Wil jij een nieuwe game kopen of heb je je controller tegen de muur gegooid? Of heb je iets nodig van hardware of software? Check dan zeker even het linkje in de beschrijving van mijn partner G2A. Dat is de grootste internationale gaming marktplaats. Strijders, welkom! Potverdorie, dat is even een tijdje geleden. Ik denk dat ik een week niks heb geüpload ongeveer. Misschien nog wel langer. Het is al een paar weken een beetje stil op mijn kanaal. FIFA 20 was echt klaar. Al moet ik zeggen, ik heb afgelopen week FIFA 20 nog even aangeraakt. Voor de zomerbattle met Paskie. En ik heb zelfs nog even zo'n moments packie gedaan. Zo'n Icon moments packie. Kijk trouwens even, want dat was fantastisch eigenlijk. Een Prime Icon of een Icon moments. Leuk. Als het iets goeds is. Ik heb echt goede dingen voorbij zien komen. R9 heb ik al voorbij zien komen. Pelé. Cruijff nog niet, denk ik. Maar er zitten zieke dingen in. Hij is volgens mij zelfs nog te herhalen. Moeten we dat gaan doen? Laat het weten. Het is Dalglish. Is het moments? Dat zou nog wel leuk zijn. Het is moments Dalglish. Dat vind ik serieus gruwelijk. Dat vind ik serieus gruwelijk. Hard. Ja, Dalglish. Ik haalde het zelfs in mijn hoofd om nog even te beginnen aan de Weekend League. Maar daar was ik toch alweer hartstikke snel klaar mee. Ik ben er ook niet goed meer in die game. Het is klaar. Maar het moment is hier dat we nu echt vooruit kunnen gaan blikken op FIFA 21. En daar heb ik echt heel veel zin in. Het is knijterwarm. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Ik zit te zweten hier. Ik heb trouwens een pet op. Waar ik jullie ook snel meer over ga vertellen. Het is eigenlijk nog een sample. Maar ik ben een beetje ingezoomd. Hè? Wacht even. Nieuwe shirts komen eraan. Een nieuwe lijn van Team Strijders. Dat wordt heel vet. Maar het allerbelangrijkste is dat FIFA 21 er nu echt aan gaat zitten komen. En daar ga ik me vandaag eens even helemaal in verdiepen. Ik ben er nog niet mee bezig geweest. Ik heb zelfs de trailer nog niet gezien. Ik kon het nog niet aan. Kennen jullie dat? Ik denk dat er mensen zijn van jullie die het ook nog niet hebben gezien. Ik had er gewoon nog geen zin in. Maar kom op, we zijn wel een FIFA-kanaal. En als FIFA 21 weer wordt aangekondigd, dan is het gewoon tijd om weer te beginnen. Laten we hiermee beginnen. Gewoon de official trailer. We gaan er. Gameplay features. Ik zie dit voor het eerst. Ik heb wel wat video's gezien. Ik zag dat Paskie er al op gereageerd. Maar daar ben ik ook een beetje doorheen gescrollt. Ik kon het gewoon nog niet aan. We zien Haaland. Hier heb ik wat over gelezen inderdaad. Dat spelers nu betere runs maken. Bij alles. Ja, dat ziet er prachtig uit. Agile dribbling, dat is ook ooit al in FIFA geweest. Dat je met L1 zo heel kort kon dribbelen. Dat ziet er leuk uit. Paasjes door de benen. Help, op. Lets you unleash your creativity to go past the defender. Ja. Het ziet er gruwelijk uit. Het ziet er ook een klein beetje nep uit, als ik heel eerlijk ben. En dit kan echt typisch zo'n veel te overpowerde manier van dribbelen worden, waarop je hem gewoon niet meer kunt afpakken. Ja, je moet ook kritisch zijn, hè, jongens. We kunnen wel alleen maar enthousiast van lopen doen. Maar dit heeft al eerder in de game gezeten. Vroeger had je ook dat je met L2 en R2 die bal gewoon zo aan je voet geplakt had. Ja, mooie tackle, leuk. Creative runs. Kijk, dat vind ik interessant. We hebben allemaal gezien, ook bij Paskie, die is daar ook een video over gemaakt. Het was eigenlijk een internationale video van iemand waar hij op reageerde, maar dat FIFA 20 zo statisch is. En je moest echt zelf op de flank komen met een klein beetje met je spits met R1 of L1 iemand diep sturen of juist in de bal vragen. Maar nu lijken spelers zelf ook wat slimmer door te lopen. En hier ben ik wel heel erg over te spreken. Ja, je kunt dan dus ook zelfs die extra mannetjes nog weer opnieuw besturen. Het grappige is, of eigenlijk het trieste, moet ik heel eerlijk zeggen, ik zet hem even op pauze. FIFA 2000, moet ik het goed zeggen? Dit was FIFA 2004. Moet je nagaan. FIFA 2004 had je off-the-ball runs. Geniaal. Off-the-ball runs had je toen. Eigenlijk hetzelfde idee. Dat is toen geflopt. Toen moest je juist met je rechterstick, ja, met je linkerstick liep je. En met je rechterstick kon je dan inderdaad een tweede speler, terwijl je aan de bal was, in balbezit, met die rechterstick een tweede speler ook laten lopen. Maar dat was knijter moeilijk. Maar daar lijkt het wel op. Off-the-ball runs. Dat blijft lastig. Spelers moeten zelf ook die intelligentie hebben. Maar goed, ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Oké, we gaan door. Positioning awareness. World-class forwards like Sergio Aguero hold their runs to stay onside. Juist. Caramba. Hoe hinderlijk was dat? Dat de beste spelers ter wereld gewoon niet. Weet je, als je bij het derde elftal zondag 3 meter buitenspel gaat lopen, word je voor gek verklaard. Hou in, blijf op één lijn lopen, weet je wel, als spits. Hoe vaak ging dat wel niet fout in die vorige games? Hehe.
National Collision System. Ja. 21 also smooths out those defense via attack free-for-alls. When the ball goes loose in the box. Ja, iedereen struikelt. Heel eerlijk, hier hebben ze het elk jaar over, hè? Dat er minder wordt gestruikeld en minder onnodige, domme, raar uitziende valpartijen zijn. Maar goed, het ziet er goed uit als ik dat zie met die rode en blauwe mannetjes. Fundamentals of football. Dispatch the ball into space for your teammate to run onto. Oh, dit wordt ook ziek overpowered. Long through balls. What the hell? Dat zat er eigenlijk al in. Competitive mode gives you an idea of what it's like to play against the best FIFA players in the world. Giving your opponent better skill moves, dribbling and all-round tactical awareness so you can take it beyond legendary. But don't worry if you miss your chance. Have another go at striking it just right with new gameplay rewind in kickoff mode for a second shot at perfection. Wat ziek! We hebben ze geleerd van de Formule 1 game. Rewind, gewoon dat je hem terug kunt spoelen en hem opnieuw kunt schieten. What the fuck? Okay. Ja, dat is alleen een kickoff natuurlijk, niet online. You'll be rewarded for flexing your creativity and control in FIFA 21. And there's much more to come in career mode and FIFA Ultimate Team. Ja, oké, dat is de gameplay trailer. Het grootste punt zit hem denk ik in die spelers die dan uit zichzelf diep gaan lopen. Dat vind ik heel nice. En dat positioning awareness, dat ga ik nog even een keertje kijken terwijl ik het ook goed kan horen. Oh mijn god, ja. Ja. Lastig. Ik krijg er een beetje een gemengd gevoel bij. Weet je wat het is? In aanvallend opzicht vind ik het heel nice. Dat je dat zo'n spits wat slimmer is. Hij liep overigens al dik bij het spel in dit voorbeeld, die Aguero. Maar oké, logisch. Hij wil die paas, hij loopt iets te ver en gaat weer terug. Prima. Maar met dat instappen van Fabinho wat je ziet. En dat Van Dijk uit zichzelf nog meer en makkelijker voor schoten gaat liggen. Duidt dan weer op te sterke AI defending eigenlijk. Maar ik weet niet in hoeverre die positioning awareness in verdedigend opzicht vooral geldt voor offline gameplay. Dus dat je misschien dat alleen merkt bij het spelen tegen de PC of zo. Maar als dat in het Ultimate Team gebeurt, dat dus iemands Fabinho uit zichzelf al voor jouw paas komt, zonder dat je tegenstander die Fabinho controleert. Maar goed. Ja, moeilijk, hè? Het is ook moeilijk. Oké, tot dusver official gameplay trailer. Dan gaan we door. Die gameplay trailer is maar een trailer. Wat vaak wel veel zegt zijn die patch notes. Dus die ga ik nu even helemaal checken. FIFA 21 gameplay patch notes. En ik ga gewoon voor jullie de belangrijkste punten eventjes behandelen. Ja, kijk, wat ze zelf ook heel erg zeggen is dat nieuwe systeem van spelers diep sturen, van het lopen van je medespelers, dat echt is aangepakt. Dat nieuwe systeem ons echt blij moet gaan maken. En het allerbelangrijkste natuurlijk, want aan zich vond ik FIFA 20 niet eens zo heel slecht, vooral op het begin. Maar de servers, ja, ik wil het er niet eens te lang over hebben, maar er zijn weer beloftes gemaakt voor betere servers. Ik weet nog aan het eind van FIFA 19 dat we een enorme enquête kregen, wekenlang. Er zouden al extra servers bij zijn, gebouwd. Hoe dat dan ook mag werken. Maar er is nu daadwerkelijk gezegd dat skill moves beter geregistreerd gaan worden. We hebben allemaal gemerkt dat die heel flick het vaak gewoon niet eens deed. Je wil altijd dezelfde game voelen. Maar goed, dat moeten we gewoon afwachten, eerlijk gezegd. We moeten gewoon afwachten hoe dat gaat zijn. Allemaal leuk die beloftes. Ik wil het gewoon voelen over langere perioden. Op elk moment van de dag, op elke dag van de week. Ja, volgende punt. Het gaat over echte eigenschappen van voetballers zoals ze in real life ook zijn. Ook dat is iets wat al veel vaker is teruggekomen in de plannen. Ook al jaren geleden was het zo dat Ronaldinho al meer liep als Ronaldinho. Dat Cristiano Ronaldo zijn eigen aanloopje kreeg. Maar dat willen ze blijkbaar nog meer gaan doen. En daardoor zou dan ook een betere voetballer in real life ook beter moeten zijn in FIFA. Kijk, hoe lang is het dan niet zo dat technisch goede voetballers, met een goede paas in de benen, de Kroos en Modric spelers van deze wereld, dan moet je op een bepaalde manier toch ook Modric sterker maken in duels, of slimmer in de duels maken. Duels zijn zo bepalend. Je wil gewoon toch krachtpatsers, snelle spelers krachtpatsers. Het blijft in een game altijd een ding. Dus, oké, lastig. Ja. Nee, dit is op zich wel nice. Ik was net na die gameplay trailer een beetje kritisch op die nieuwe vorm van dribbelen. Want het ziet er heel overpowered uit. Het is wel vet als je op basis van dribbles makkelijker voorbij tegenstanders komt. Ik hou ervan. Het zorgt ook voor variatie. Maar ik ben er wel heel benieuwd naar. R1 wordt anders. Je kunt daar verdedigers echt het bos mee insturen. Ik denk dat dat weer een soort
een soort step over en body faint wordt. En overall moeten die dribbles dus gewoon behendiger worden. Het moet er allemaal wat sneller en bewegelijker uitzien. En daar hou ik sowieso wel van. Keep close control of the ball. Every player in the game can agile dribble. However, the higher a player's dribbling, agility reactions. Okay, the higher a player's dribbling, agility reactions and ball control attributes, the quicker, more precise and better they will be at keeping the ball at their feet. Klinkt op zich goed. Creative runs. Dat is inderdaad een heel interessant punt. Door de rechter stick in een richting te wijzen. Dus je kunt meer aangeven hoe ze dan diep moeten lopen. Voorheen was L1 gewoon, ja, dan sprintte hij eigenlijk naar de achterlijn. Alsof daar een blokje kaas lag. Dus ik kan heel precies aangeven met L1 plus de rechter stick. Dat zo'n Sala uit dat voorbeeldfilmpje dus naar binnen gaat trekken. En niet naar de achterlijn, maar die komt dus inderdaad binnen door erbij de 16 in. Kan overpowered worden als ik dus L1 met die stick heel goed onder controle heb. En continu al mijn mannetjes tak, 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 tak de goede ruimtes in krijg. Op de juiste manier mee laat lopen, waardoor je heel makkelijk overtal situaties creëert. Klinkt interessant. Je kunt maximaal 5 van je spelers tegelijkertijd een richting op laten rennen. What the fuck? Dit kan zwaar overpowered zijn. Het klinkt goed, creative runs. Het klinkt goed. Highly aware defenders are doing a much better job at staying with their runners. Dus dat heeft met een stukje dekking te maken. Ja, dit, ja. Het klinkt mooi hoor, maar ik ben heel bang voor weer een te sterke AI defending als ik dit lees. Dat is mijn gevoel. Maar goed, we gaan door. Wow, dit is wel een grote verandering denk ik. Je kunt weer wat gevaarlijker worden met voorzetten, zo begrijp ik dit. Deze plannen van EA uit deze pitch notes. Koppen in Ultimate Team zal altijd manual zijn, dus je moet echt goed mikken. En waarschijnlijk ook je kracht heel precies bepalen. Er zijn allemaal nieuwe varianten van voorzetten. En dit is een hele interessante. Spelers zullen bij het uitverdedigen van een voorzet, of bij gevaarlijke, hachelijke momenten in de eigen 16, meer rekening houden met spelers of teamgenoten of eigen goal die in de baan van het uitverdedigen staan. Dus dat je niet als je vol rondje of vierkantje inhield in je eigen 16, dat iemand tegen de rug van je eigen speler aanknalt, waardoor je een eigen goal krijgt of dat je tegenstander gevaarlijk wordt. Ah, Ramos, wat doe je nou? Ja, dat nieuwe bloksysteem. We are excited to be refreshing blocking in FIFA 21. Oké. Ik ben benieuwd. Ik kan er niet heel erg veel duidelijks uit opmaken. Behalve dat er dus een verschil komt in hoe goed Ron Vlaar kan blokken. En hoe goed Virgil van Dijk kan blokken. Wat op zich logisch is. Weet ik niet. Ik moet dit zien. Ik moet dit ervaren, weet je wel. Ik moet dit gewoon even ervaren. Ik ken er nog geen... Ja, hier zie ik dan weer. Er is een grote kans dat skill gap groot gaat worden. Als je echt meer controle hebt over je aanval. Ik hoop gewoon dat het verdedigen niet te overpowered wordt vanuit de AI zelf. Ja, die panna's. Dat zag er wel ziek uit ook. Als je 2 keer snel op R1 drukt gebeurt dat. Wat de hel. Ziet er goed uit. Dat klinkt vet. Flink wat nieuwe skill moves ook. Feint forward and turn. Drag to heel. Ball roll fake turn. Oh ja, die heb ik gezien. Die ziet er goed uit. Ja, nog een goed punt is dat je inderdaad, als je doorspeelt bij de voordeelregel, maar je wilt toch eigenlijk die vrije trap hebben, kun je gewoon L2 R2 drukken. Nice. Directe harde tackles. Knal harder in de wel normaal doet tijdens het inzetten van een tackle rondje in te drukken. Oké, dat is hard. Knal er harder in. Dat is vet. Dus dat je echt inderdaad met extra pit, extra risico, een tackle inzet. Vind ik goed. Elke animatie is te cancelen met L2 R2. Dat was vroeger ook beter geregeld. De laatste jaren werkte dat vaak minder goed inderdaad. Dat is heel belangrijk. Ik vind dat een hele belangrijke. L2 R2 als cancel knop. Dat is super belangrijk voor je spel. Weet je wil een paas geven. Je ziet toch. Oh, het gaat niet. Als je L2 R2 klikt. Pam. Dan houdt hij toch in. Super belangrijk. Oh ja. Dit had ik ook gezien. De shush celebration die is eruit. Ja. Prima. Er zullen altijd weer irritante nieuwe dingen komen. Dus dat. Daar slaap ik geen nacht beter van. Celebrations zijn korter sowieso. Oké, chill. De wachttijd van set pieces is ingekort. Ja, dit is allemaal chill. Dit is echt heel lekker. Dit vind ik gewoon fijne, goede veranderingen waarmee ze echt luisteren naar dimensies. Aftrap 10 seconden, ingooi 12, doet op 15. Nou. Ze zeggen dus wel echt dat die skill cap groter wordt. Ja, ik ben benieuwd. Ik zou dat alleen maar goed vinden. Dat zou ik echt toejuichen. Hoeveel potten was het niet gewoon 50-50? Het werd daar ook zo saai door. Echt, Weekend League werd zo saai doordat je gewoon... Allemaal hetzelfde doet. Al 2 jaar, hè? FIFA 19 en 20 was dat allebei zo. Maar nice. Dat vind ik goed klinken. Ik ben gematigd enthousiast. Merken jullie dit? Ja, dan nog wat handigheidjes. EA Access kopen in de maand van FIFA levert je veel voordeel op. Kost dan €4.
Kun je de game met korting kopen en voor je packs is het chill. Geen korting op je packs, op je punten. En als je straks een PS5 wil kopen, in de nabije toekomst. Hey. Goede ervaring mee, PS5's pre-order en zo. Nevermind, PS5 kopen. Koop je game dan sowieso via je PlayStation account. Want dan kun je hem gewoon overzetten op je PS5 straks. Dan kun je hem daar gewoon downloaden. Ja, dat is wel slim. Dus je moet eigenlijk niet de disc gaan kopen. Je moet gewoon de game downloaden via je PlayStation account. Belangrijk. Belangrijk. Goed, tot slot. En niet onbelangrijk. De Ultimate Team trailer. Heel belangrijk, want we spelen allemaal voornamelijk Ultimate Team. Goed, tijd voor het laatste deel. Heel belangrijk. De Ultimate Team trailer. Daar gaan we. More ways to play with your friends. A brand new home to make your own. And opportunities to team up with the fuck community. Welcome to the most social FIFA Ultimate Team ever. The most social ever. Want to take on Fit the world with your friends in your ultimate? That's cool, team sowieso. Up with a friend online and go head or play in together friendlies against and rivals AI and squad battles. Dat wisten we in principe al. Hey, dat veld ziet er vet uit met die gele lijnen. Klinkt goed, die moments items. Wat vet, die lijnen van het veld. Zo roze, net als het geel. Ik vind dat wel hard. Maar goed. Ja. Dit was te verwachten, natuurlijk. Hierin krijg je niet veel van gameplay te zien. Dit is echt meer Ultimate Team. De omgeving zelf. Eerlijk gezegd boeit mij deze juist weer vrij weinig, deze trailer. Die stadions zien er vet uit. Het veld met die verschillende kleurtjes is allemaal leuk. Maar het zijn allemaal randzaken. Cool, die moments kaart. Hè. Dus inderdaad, als Trent Alexander-Arnold echt een zieke vrije trap scoort, dan krijg je die stats echt een zieke boost op die kaart. Cool. Had al een beetje zo horen te zijn. Ik bedoel, dat hoort bij een inform toch ook al zo te zijn. Dat als hij dan een vrije trap scoort, dan moet die vrije trapstatistiek echt flink, flink hoger zijn. Ja, tuurlijk. Het zijn altijd gelikte filmpjes. Co-op is sowieso vet. Het is echt lachen om gewoon inderdaad met vrienden af te spreken en dan samen Rivals te spelen. Ik had het vet gevonden als je ook samen zou kunnen draften online. Dus niet alleen naast elkaar, maar dat ik inderdaad ook met Renno, een vriend van mij, gewoon kan zeggen, hey man, we gaan nu even een draftje doen samen. Dat lijkt niet erbij te zitten. Het zijn friendlies en rivals. Ja. Ja. Nee, dit zegt maar oprecht niet zo heel veel. Ik vind het vet. Die stadions zien er goed uit. Moeilijk om hier echt iets over te zeggen. Wat ik belangrijk vind, is dat je moet die e-sports tak naar een hoger level brengen. Daar zien we natuurlijk nog niks over. Hoe gaat het e-sports seizoen eruit zien? Het liefst had ik een soort van losse competitie gezien voor pro's of mensen die inderdaad 27 wins of hoger hebben gehaald en een competitie voor de grote andere menigte. En pas als je echt 27 wins haalt, dan kun je ook meedoen met deze weekend. Ik zeg maar wat. Daar zie je nog niks over dat soort veranderingen voor spelers van heel hoog niveau. Dit is voor jullie allemaal, voor ons allemaal. Ik ben ook geen speler van super hoog niveau meer, daar gaat het ook niet om. Daar ben ik in geïnteresseerd. Wat gaan ze daar aan doen? Weekend League blijft Weekend League, zo heb ik begrepen. Het wordt top 200 in plaats van top 100. Top 200 talent gaan we volgend jaar zien. Leuk, goede toevoeging. Zeker met het aantal mensen dat 30-0 haalden op een gegeven moment. Je kon bijna niet meer in de top 100 komen als je één nederlaag leed. Op zich gunstig. Kan voor mij ook gunstig zijn. Ik denk dat ik vrij vaak in de top 200 heb gestaan, bijvoorbeeld afgelopen jaar. Dus dat is cool. Er zitten blijkbaar 100 icons in de game nu voor het eerst. Vorig jaar waren het er een stuk of 65, 70. Leuke nieuwe namen. Torres, Eto'o. Dit is wat we tot nu toe weten, jongens. Ik vind het er weer goed uitzien. Maar in gelikte promofilmpjes maken is EA sowieso altijd goed geweest. Ik wil die goede servers zien. En ik ben heel benieuwd naar de veranderingen, de verbeteringen voor de pro-community. Gameplay moet sowieso chiller, gevarieerder worden. Een grotere skill gap is altijd goed. Maak een game maar wat dat betreft moeilijk. Het mag casual zijn, maar het verdedigen mag ook gewoon moeilijk zijn. Van mij hoeft niet een AI zelf altijd maar in te stappen en te blokken en mee te lopen. Snap je? Je moet dat ook zelf kunnen verdedigen. Maar dit is het. Ik ben te lang aan het praten, jongens. Thanks voor het kijken naar deze video. Laat me weten. Laat me van alles weten. Wat vinden jullie ervan? Wat is jullie mening van deze game? Laat reacties achter. Waar kijk je naar uit? Zijn jullie het met mij eens of misschien wel helemaal niet? Natuurlijk begint het weer lekker te kriebelen. Ik heb sowieso zin in de nieuwe game. Altijd. Aan het begin is het altijd tof. Maar ik wil ook met een kritische blik hiernaar kijken. Thanks voor het kijken naar deze video, jongens. Hopelijk tot snel.